Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen die graag naar filmpjes kijken op internet die betrekking hebben tot auto's en het onderhoud, technisch of cosmetisch. En in dit geval is het bij mij ten alle tijde cosmetisch, of het nu exterieur is of interieur. Ik hou mij bezig met dit soort zaken. Na de vorige vlog een BMW M5 uit 99, waar ik lerenstel gedaan heb, nu weer een BMW 320 Touring. In een hele fraaie, bruin, brons, goudkleurige lak. Waar ook weer zo'n typische petroleum look over hangt. Als je er een lamp op zet, dan zie je de daadwerkelijke kleur met een blauwe gloed erover. Hele fraaie lak. Ook qua kleurstelling in combinatie met Shadowline. Hè, dus de zwarte lijsten, dakrails zwart. Die zijn mat zwart. Dit zijn hoogglans zwart. Grill is zwart in mat versie. En goede velgen eronder, 18 inches. Wat ga ik doen de komende dagen? Ik ga me bezighouden met alleen met het exterieur deze keer. En dat heeft betrekking tot het plaatsen van keramische coating van IGL. En in dit geval, omdat de eigenaar nog niet zo bekend is met keramische coatings, hebben we afgesproken om er een instapversie van te maken. Dus we gaan naar de poly, 12 maanden duurzaamheid. Bij handwas, netjes wassen, haal je 1,5 jaar. De wagen heb ik inmiddels gewassen. Je kan zien dat hij nat is. En dat is niet van de regen, maar van het wassen. Ondanks dat het net toen ik terugkwam van de wasboxen, dat het regende. Ik ga eerst even de deursponningen en de uitnemen, droogmaken. En van de achterklep en van de motorruimte. Daarna ga ik de lakdieptereiniging geven. Dus het kleien van de lak. Want op zich is die netjes. Maar er kan net misschien nog hier en daar wat ietsje strakker qua gladheid op de lak. En dan is het een kwestie van mij van polijsten. Ik laat je zometeen ook even de schade zien in de lak. En die is best wel behoorlijk. Ondanks dat je zegt van ja, op afstand. Met dit soort kleuren, met name zilverkleuren of zachte kleuren, zie je krassen, waskrassen heel slecht in de lak. Maar op het moment dat je er een lamp op zet of buiten vol in de zon, dan ga je ze ontdekken. En deze heeft er heel wat. Ik heb ook het vermoeden dat het een ex-lease auto geweest is, want hij staat nu inmiddels op bijna 159.000 staat hij. En over het algemeen worden leaseauto's door de wasstraat heen getrokken. En dat vind je ook vaak terug, soms in dat lichte schades. Goed. Vind je het wel leuk om deze vlog ook weer te volgen? Dan met een kopje koffie, een glaasje cola, Fanta of een wijn, een sherry, een whisky. Met daarbij andere versnaperingen, dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. De wagen heb ik inmiddels droog gemaakt en een lapdieptereiniging gegeven. Ik zal even de camera oppakken en de oppervlakkige wasstraatkrassen laten zien die in de lak zitten. Zoals je nu kijkt, zou je zeggen van nou, niks mis mee. Totdat je dichtbij gaat kijken en met verlichting. Dus ik pak even de camera op. Nu als je naar de verlichting kijkt, dan zie je allemaal oppervlakkige krassen en vlekken in de lak zitten. Ik zal wat langzamer. Je zal altijd moeten kijken naar het bolletje, het lichtbolletje of de lichtstraten.
Kijk, ook hierin kun je heel goed zien waar de oppervlakkige schade zit. Even naar de andere kant. Dat geldt voor deze kant ook. En ik geloof dat dat het beste werkt als ik hem aan deze kant opzet. Iets verder van de lak af. Ook hier zie je weer de oppervlakkige. Kijk naar het lichtbolletje. Ja, daar komt die. Het is allemaal spinnerachtige krasjes. De paleismachines bij elkaar gezocht. En ik begin over het algemeen altijd met rotary. En dan pak ik altijd eerst even een klein stukje. Kijken wat het doet. Je kan ook echt zien dat deze glans is helderder als deze. En dat komt omdat de blanke lak door het vele wassen, krasjes, dergelijke een bepaalde melkwitte waas heeft. Wat ik vergrijzing van de blanke lak noem. En je kan echt zien het verschil waar ik gebleven ben. Ik zal even de camera pakken. Dat kleine stukje ten opzichte van dit. Neem even naar beneden. En als het goed is, kun je hier nu, zo waar ik met mijn zie, kijk. Hier kun je goed zien wat voor oppervlakkige waas. Kijk, en bij deze heb je dat niet. En dit zijn de typische zaken die je of van afstand niet ziet. Van een auto, maar wel degelijk aanwezig zijn en is. Nu kun je ook goed zien de waskrassen erin zitten en alle andere oppervlakkige schadetjes. En als ik terug ga naar het gedeelte wat ik één keer gedaan heb, kijk, zie je, dan zie je al. Dat geldt eigenlijk ook voor deze kant. Kijk, zie je, hier zit ook nog een vlek, die moet er nog uit. Dan ga ik terug naar dat gedeelte wat ik gedaan heb met één stap rotary. En dat is het verschil. Om even te laten zien wat voor bizar fraaie kleur het is. Kijk, zo ziet hij er blauwig, grijzig uit. Maar zodra de lamp erop komt te staan, of de verlichting, dan wordt die brons goudkleurig. Ik pak even, dat heb je net ook in het andere lamp, andere. Kijk, zie je, hij is, en het is echt een metallic lak, maar met een speciaal tintje. En zo
Dit is trouwens het stuk wat ik nu één keer gepolijst heb met rotary. Bizar fraai kleur dit. En dat gaan we alleen maar beschermen en bevestigen en in stand houden door er een keramische coating op te zetten. Kijk, je kan ook even zien waar ik gebleven ben met polijsten. Het is net even, links is net even helderder als rechts. En dat komt puur door dat stukje vergrijzing, vervuiling van de blanke lak. En er zat daar overigens, daar bovenin zat een voorvlek, die heb ik inmiddels uitgehaald. Ja, hele fraaie kleur dit. Goed, we gaan verder. Onder het mom van goed gereedschap is halve werk. Met een kleinere pet gepakt en een verlengstuk dat in ieder geval niet dakloos kan raken. En nu weer een, ik zeg altijd met een gekke bek, het is mijn plakcontrol. Dit is de oppervlakkige schade waar ik het over had, wat ik in de vorige shot heb ook getracht te laten zien. Maar nu die wat hoger op de poten staat, of zie je dus die hele kleine waskrassen, zie je er dus heel duidelijk in zitten. Hologrammen valt wel mee, maar het zijn hoofdzakelijk waskrassen. Hier kun je goed zien wat voor vervuiling er van de lak afkomt. Kijk, dit bruine, dit zo vanaf deze rand, zo deze kant op, is allemaal vuile lak geweest. Dit is nog het gedeelte van het polijsmiddel. Je kan het eigenlijk op deze ook goed zien, hè? Kijk. Even schoonmaken. Eerste stap rotary en tweede stap excentrisch, die ik alle twee keer herhaald heb over alle plaatdelen. Dat is inmiddels nu klaar. Rest mij nog de auto nog één keer volledig te polijsten en dan met de finish. En dan kan ik morgen aan de slag met het ontvetten van de lak en de IGL coatings poly te plaatsen. En het is inmiddels nu 16:50. Dus de laatste stap nog, die ga ik nog even afmaken. En dan morgen weer verder.
Zo, het paleiswerk zit erop. Het is inmiddels 6:30. Dus ik kan morgen aan de slag met de coating. Nu die gepolijst is, wat een bizar mooie kleur dit. Hij lijkt muisgrijs, lila. En hij is eigenlijk bronsgoud. Wat een fantastische kleur dit. Zeker nu die glans terug is. Ja, fenomenaal. Dit is echt genieten. Zeker in die kleurstelling zo, deze kleur van lak en dan in combinatie met dat zwart. Ja, geweldig. Mooie auto. Goed, morgen gaan we verder ontvetten. De eerste andere ding is ook nog wat stof wegblazen. Dat soort zaken ontvetten en dan in de coating. Maar voor nu huiswaarts en een lekker hapje eten. En dan de rest van de avond wat andere dingen doen. Dus tot morgen. Inmiddels aangekomen bij de volgende dag. En als voorbereiding voor elke beschermlaag altijd eerst ontvetten. En dit uiteraard met IGL Precoat. Zo, lak is ontvet, dan gaan we de coating zetten. De BMW staat in de poly, eerste laag, aantal uurtjes drogen en dan komt de tweede laag. Koffietijd. Het wordt tijd voor ronde 2 van de coating. We begonnen bij het dak, dus we gaan nu ook weer beginnen met het dak.
De BMW 320 Touring staat in de keramische coating IGL Poly. Tweede laag is ook klaar. Nu kan de auto drogen. Dan ga ik hem morgen verder mee. En dan spray ik hem in de IGL Premier. Een sealant die super waterafstotend is. En dan morgen even de laatste zaakjes afmaken. Bizarre kleur dit. Heel fraai. Inmiddels aangekomen bij de volgende dag nadat ik gisteren de coating IGL Poly heb aangebracht. Naast Poly wordt er standaard eigenlijk over de Poly-versie Quartz en Elixir IGL Premier overgezet. Wat zijn nou de voordelen van IGL? Ik ga even spieken. Dat is een hele hoop om op te lijsten. IGL Premier, het is de vloeistof die vaak in het pakketje zit. Dus het is een 100 ml flesje. En via mijn webshop kun je ook de 500 ml fles aanschaffen. Wat zijn de voordelen van IGL Premier? Dat ga ik even oplezen. Compatible met alle IGL coatings, EcoCoat, keramische coatings. Het heeft een superieure hydrofobe eigenschappen. Watercontacthoek die zelfs 105 graden overtreft. Makkelijk te reinigen en het oppervlak blijft langer schoon. Creëert een gladgekoot oppervlak en verbetering van de formule die de weerstand tegen watervlekken verhoogt. En het is technologie op waterbasis. Dat maakt eco, de naam zegt het al, coatings, eco coatings en eco shine en eco clean. Zeer duurzame, milieuvriendelijke producten. En dat is wel wellicht wel ook wel de kracht van IGL. IGL zit wereldwijd, het is de oorsprong ligt in Maleisië. En de gehele lijn is ecovriendelijk en duurzaam. En met de juiste ingrediënten, VOC compliance. Dat wil zeggen, er zit een hele lage gehalte van vluchtige stoffen in. Waar je bijvoorbeeld denkt, als je een terpentine denk je van, oh zo. Nou, dat zal je dus bijvoorbeeld in alle productlijnen van IGL niet tegenkomen. IGL bezit ook de nodige wereldwijde certificeringen voor dit soort producten. Ben je geïnteresseerd ook in de gehele lijn? Kijk eens even op mijn webshop waar de tekst en uitleg staat wat het product is, waar het voor dient en hoe het werkt. Goed, de coating heb ik gisteren aangebracht, dus ik ga nu ook de Premier aanbrengen op deze coating. En dat doe je door middel van het opsprayen op de doek aanbrengen, laten het drogen en dan de hees, de waas oppoetsen. En je kan meerdere laagjes, dus max 3 laagjes kun je aanbrengen op het moment dat je een hele auto bij wijze van spreken gedaan hebt. Duurzaamheid van het product, als je de wagen netjes wast met de hand, met vervolgens IGL Wash, de shampoo, blijft Premier een half jaar zitten. Dus verschrikkelijke goede technologie. Heb ik alles gehad? Ja, en je kan het op mat en glanzende lak brengen. Het is ook veilig voor PPF en vinyl. En ook nog op andere oppervlakten. Goed. Dat gezegd heb ik pak even mijn handschoenen, want dan heb ik wat meer grip op mijn doeken. En ga ik IGL Premier aanbrengen op de lak. Zo, even goed schudden. Is ook ideaal voor glaswerk. De BMW 320 Touring is klaar. Bijna. IGL Coatings Poly aangebracht, zoals je hebt kunnen zien en ontdekken. Rest mij eigenlijk alleen nog te zeggen, wederom, dank weer voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video.
Als laatste zal ik nog even de kwaliteitszegels in de deursponning plakken aan de bestuurderszijde. Zowel die van IGL als die van mij. En ja, ik vind het een waanzinnige kleur dit. Bronsgoud die met bepaalde lichtval lila-grijs is. Krankzinnig. Goed, ik ben klaar. Wederom weer bedankt voor je belangstelling en wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao. Oh, en je krijgt nu voor mij nog uiteraard het bekende rondje van de zaak. Zo, deursponning ontvet. Even uit beeld. Zo.